Oh, oh my god! Hier. Ja, als je hem daar het is niet licht. Nee. Ja. Maar hoe doen jullie dit alleen dan? Ja. Ja. We staan bij de ingang van het Malagatpark. De zon schijnt vandaag behoorlijk. Ja. En we hebben vandaag afgesproken. Ja, we hebben vandaag afgesproken met een zeer bijzondere gast. Zeker. Rajiv. Ja. So let's go. Maar wie is Rajiv eigenlijk? Ik ben een verbinder, een culturele verbinder. Ik kom zelf vanuit de street culture. Ik heb jarenlang gedanst. En nu ben ik bezig als artistiek directeur, programmeur, regisseur. Nice, van alles wat eigenlijk, zoals ik hoor. En je hebt het over street culture, dat je daar eigenlijk vandaan komt, dat je daar een beetje bent opgegroeid. Ja. Maar wat is street culture nou eigenlijk? Ja, street culture is eigenlijk iets wat elk jaar weer anders eruit ziet. Je kan het niet echt vangen van oké, dit is wat het is. Er zijn een aantal kernelementen die je vaak terug ziet komen. Mm-hmm. Street art, street sport en muziek. Dat zijn vaak de elementen die het samen wel een beetje omvatten. Maar het is veel meer dan dat. Je hebt fashion, je hebt food. Uit al die dingen die je benoemt, dus fashion, food, art, is eigenlijk het RSCW ontstaan, Rotterdam Street Culture Week. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja. Ja, dat is een festival die probeert om de street culture te vieren. Mm-hmm. Elk jaar proberen we met een aantal partijen uit de stad een super vet festival neer te zetten op Rotterdam Zuid. Nou, hier staan we nu in het Malagatpark. Hier hebben we vorig jaar ons festival onder andere gehouden. Ja. Waar we hele toffe dingen hebben neergezet. Hele toffe dingen. Ja, ja. Dus ja, het is een mooi festival voor jong en oud. Waarbij je de street culture in de breedste zin van het woord kan ervaren. Ja. We staan nu dus in de koepels, waar Indy en Luc achter mij al heel druk bezig zijn met het opzetten van de expositie. We gaan zo meteen met ze in gesprek om erachter te komen wat voor invloed eigenlijk deze plek op ze heeft en wat hier vanavond te zien is. Want we hebben maar één stuk voor alles en één bepaalde lengtes voor, zeg maar, ik kan deze niet zomaar ergens zetten. Maar voor dit project ben ik kunstenaar en heb ik dit concept bedacht. Dat is het, 4 meter breed, 3 meter hoog. Je kan erin klimmen, er zit audio in. Je kan er echt van alles in doen. Maar we staan hier ook met Luc. Vertel, wat was jouw aandeel in het project? Want jullie waren heel druk bezig, dus ik ben heel benieuwd. Ja, we hebben zeker gestreden. ik ben ontwerper en kunstenaar. En ik focus me eigenlijk op meubels en ruimtelijk ontwerp. Hoezo vandaag in de koepels? Ja, omdat eerst stonden we op Afrikaanderwijk. En toen hadden we ook andere foto's. En toen was het echt gemaakt voor de buurt daar. En toen uiteindelijk is het een beetje gerold naar Zomer op Zuid. Het is ook onderdeel van Architectuurmaand Zomer op Zuid en Rotterdam Festivals. En toen mochten we dus op deze plek gaan opbouwen door Cult Noord. Dus een iteratie op de installatie die we al hadden. En het is ook voor de mensen uit de wijk hier is het heel nice. Er komen echt dagelijks mensen bij jou binnen als je aan het werk bent. Even lekker in de zon, heerlijk. Heerlijk. Koepels achter ons. Nee, ik kan in ieder geval heel veel doen hier. Voetballen, leuk uitzicht op het water. Ja. En natuurlijk de koepels. Ja, heerlijk. Waar geregeld een event is. En niet te vergeten, in september, Rotterdam Street Culture Week. Ja.